Geweldig nieuws. De twee moties waarin de regering wordt opgeroepen de sociale advocatuur nu echt te versterken, zijn aangenomen. De Kamer schrijft daarmee geschiedenis. Verzocht is om een directe noodinvestering en daarnaast moet de financiering van de sociaal advocaten op de lange termijn veel beter geregeld worden. Een meerderheid van de Kamer laat zien dat een solide sociale advocatuur van cruciaal belang is. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het belang van deze noodinvestering veelvuldig onder de aandacht gebracht. Een directe compensatie van de inflatie met 10% is broodnodig.